Nee, dat is toch al veel voor dit, dat is politiek, hè? Nee, denk niet. Wat hè? Niet zo'n goede politiek. Ik heb er wel een keer van gehoord, maar ik weet niet echt. Ik weet daar eigenlijk niet veel van. Dat is met de politiek te maken. Nee, ik volg het nieuws niet. Ik heb dat keer gelezen, maar ik weet niet. Was dat niet zo van ze die taalgrens is met een taalgrens of zo? En dat ze Brussel meer Franstalig willen maken of zoiets? Het is mijn taal. Nee, dat is Anderlecht. Alleen met de Fransing van de Vlaamse grens. Uh-oh. Ja, blijkbaar zijn er zo 3 burgemeesters aan de kant van Wallonië. En dat is eigenlijk zo'n probleem, dacht ik. Dat ze dat zo willen Waals grondgebied maken, dat ze niet constant over Vlaams taalgebied moeten of zo, dacht ik. Het is van iets van het feit dat de Waals ministers daar ook kandidaat mogen zijn. Is zo niet? Ja. In de 3 steden, maar eigenlijk zijn dat Vlaamse steden. Is zo? Ik weet niet wat je zegt. En wat is dat dan van die jongen dat ze van de treinsporen is gesproken? Wat ben jij? Is dat niet ook in Brussel? Ja, ik zou Brussel al veel voor te maken. Omdat niet alle arrondissementen nog bij Brussel zouden zijn. En de Franstaligen dan dat het 1 kieskring is, zodat iedereen kan gekozen worden. Maar de Nederlandstaligen dat het apart blijft. Nee, maar dat is met een taalgrens. En de ruzie tussen de Waalse en de Vlaamse. Niet echt meer. Ik weet dat niet zo. Shit, wat ik dat is al jaren geleden. Dat is al lang aan het hangen. Dat is al heel veel jaar. Ik heb daar een tijd nog over gelezen, maar dat is ook al een aantal jaar geleden. En na een tijd verlies je interesse ook daarmee. Ja. Maar ik weet dat nog, want mijn vader was daar toen nog heel kwaad over. Met rijkere Fransen die had daar komen wonen, dat de grond duurder wordt en dat de Vlaamse mensen er niet meer voor kunnen betalen. En dan wegtrekken, waardoor dat er meer Fransen komen wonen. En vandaar de verfransing van de Vlaamse grens. Ja, ik ken er juist een jaar. Jij ook trouwens. Wat is er aan de hand met Brussel Halle Vilvoorde? Dat is een kieskring die eigenlijk gesplitst zou moeten worden, omdat nu in Halle en Vilvoorde men kan stemmen op Franse politici, die dus voor ons eigenlijk niks betekenen. Nu, de Vlamingen willen dat splitsen, maar de Franstaligen willen dat natuurlijk niet, omdat zij dan kiezers zouden verliezen, die nu in Brussel Halle Vilvoorde kunnen stemmen op hen. Snap je? Als daarop iets trekt, want ik denk dat geen enkele Belg concreet weet hoe het zit. Allee.